Ook heel bekend Nederland heeft de sneeuw inmiddels gevonden. Er worden dan ook flink wat sneeuwballen, poppen en engelen gemaakt in het witte dekbed dat de straten bedekt. Tekst gaat verder onder advertentie: zo besluit Guus Meeuwis zijn gezicht in de sneeuw te steken, waardoor er een afdruk achterblijft. Guus Meeuwis, schrijft hij daarbij op zijn Instagram. Vriendin Manon Miers kan in de reacties wel lachen om het grapje. Jan Smit duikt de kou in met zijn twee kinderen. Wat blijft het toch bijzonder, schrijft hij onder een foto van de twee. Bridget Maasland doet hetzelfde, maar die heeft de volle laag al te pakken gekregen. Gelijk ingezeept, schrijft de presentatrice onder een foto van haar natte gezicht. Op de achtergrond is zo'n mees te zien. Voor Frans Baer is het veel te koud buiten. Die bekijkt het tafereel liever vanuit de woonkamer. Ook hier in Feyenaard de hele straat mooi wit. Ondertussen sneeuwt het vrolijk verder. De temperatuur is onder nul. BRRRRRR. Buzzelets blok ADS.